Het is vandaag 10 juni 2020. We staan hier op een leeg grasveld voor het kasteeltje in Bemmel. Normaal is er allerlei activiteit voor het opbouwen van de Bemmelse Dweildag. Die zou aanstaande de zondag plaatsvinden. Maar ja, door de coronamaatregelen kan die helaas niet doorgaan. Wat wij wel gaan doen met Omroep Lingewaard is een compilatie laten zien van alle beelden van de afgelopen dweildagen. En dat doen we niet zomaar. We hebben daar iemand voor uitgenodigd, namelijk Bram Opgenoot. Die staat naast mij. Bram, we staan op een leeg veld. Ja. Mooie fontein op de achtergrond, een kasteeltje. Wat is jouw eerste stemming als je dit zo ziet met de dweildag eigenlijk op komst? Ja, dat is natuurlijk veel te rustig eigenlijk. Hè? We zijn al eigenlijk mijn hele leven zo'n beetje al wel gewend om in aanloop zo naar die dag toch op een druk veld te staan met allerlei mensen. Ja. Ja. En samen mooi feest te bouwen, maar dat is helaas even anders dit jaar. Helaas even iets anders. Hoe hebben jullie hier naartoe geleefd vanaf het moment dat jullie hoorden van die dweildag dit jaar, dat gaat echt niet door? Ja, nou in het begin dan heb je natuurlijk nog eventjes hoop van dat is nog wel wat verder weg. En dan wil je even afwachten van hoe lopen dingen en misschien kan het nog doorgaan. En, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel de twijfel van is het wel verstandig? En dat kan op een gegeven moment in een paar dagen met de berichtgeving uit de media natuurlijk heel snel omslaan. Ja, ja. Toen is toch een goed overleg besloten om te cancelen en een jaartje over te slaan. Ja. Nou ja, goed, we willen geen zout in de wonden strooien, maar we hebben wel wat beelden van de afgelopen jaren waar we met jou even van commentaar gaan voorzien. Dat is eigenlijk om even de sfeer weer eens even te laten proeven zondag. Dat mensen kunnen zien van, dit is de dweildag. Dat we het niet met ze vergeten met z'n allen. Hè? Want volgend jaar is er gewoon weer een dweildag, toch? Uiteraard. Daar gaan we vanuit. Ja. Daar hopen we wel op. Als we gaan kijken even naar de beelden. Ja, normaal met een dweildag begin je altijd hiermee. Hè? En dit is de camping. Morgen is het weer de tweede zondag van juni. En dat betekent dweildag in Bemmel. Maar de gezelligheid begint vandaag, hier bij de Dwelcamping op Sportpark Ressen. Alle muzikanten zijn al druk aan het oefenen. En je kunt de barbecue al ruiken. Kom, laten we gaan kijken, Joyce. De camping, die start altijd op vrijdag. Daar hebben jullie ook goede ervaringen mee. Wat is leuk aan de start van de dweildag om dat op zo'n camping te doen? Nou, de dweilcamping is natuurlijk van oudsher ooit bedacht om dweilkisten die van wat verder naar Bemmel komen de kans te geven om alvast lekker de dag van tevoren te komen, de tent op te zetten, samen wat muziek te maken, een biertje te drinken en de volgende dag rustig op te starten en naar het dorp te lopen. Ja. Over de Leemkelse Laan vaak met de instrumenten. Ja. Inmiddels is het toch wel uitgegroeid tot echt een meerwaarde voor het festival. Waaraan, er zijn zelfs wel dweilorkesten waarvan je kan zeggen, die komen gewoon naar Bemmel om lekker dat weekendje met de hele band op de camping te staan, muziek te maken, het gezellig te hebben. Ja. En dan als kerst op de taart de zondag natuurlijk in zondag. Het dorp. Ja, de dweildag of de dweilcampings die zou dit jaar georganiseerd worden door Stichting Casas samen met basketbalclub Batouwen. Ja. Dat zou voor hen ook voor de eerste keer zijn, maar ja, dat gaat helaas ook niet door. Die waren ook al druk in voorbereiding daarmee. Ja. We hopen dat volgend jaar weer een spetterend evenement naast de dweildag gaat worden. Ja, zeker weten. Ja, ja. De dweildag zelf. Vandaag de 32e Bemmelse Dweildag. Het is 10 juni, fantastisch mooi weer. De 32e Bemmelse Dweildag, veel plezier. Ik heb hier wat beelden van orkesten. Vertel eens even wat je ziet. Herken je nog wat orkesten of wat je zegt van nou die... Er zijn er natuurlijk tientallen die jaarlijks komen. Ja. En ik zie hier wel wat bekende gezichten natuurlijk. Net waren de Rottweilers eventjes uit beeld uit ons eigen Bemmel. Maar, wie zijn dit met die groene shirtjes? Daar zou ik de naam zo niet in te drie van durven te zeggen.
Maar dat is natuurlijk, hè, we zijn een groot evenement en er komen er zoveel hier naartoe. Ja. En daar zijn een aantal van, die komen jaarlijks, die zijn al wel 10, 20 keer geweest. Maar ja, ook elk jaar komen er toch wel weer nieuwe bands naartoe. Ja. En dat maakt het ook wel leuk natuurlijk, ja. En afwisselend. Ja. Ja. Zijn er nou bands waarvan jij zegt van nou, sinds ik bij de Dweildag betrokken ben, die kom ik gewoon ieder jaar tegen? Nou ja, dat zijn natuurlijk de bands uit de omgeving. De bands van Bemmel, Alarmfase 3, waar ik zelf in speel, de Rottweilers, de Dreumels. En vanuit Angeren natuurlijk, een paar kilometer verder, zijn ze er altijd bij, van de Deurdweilers. Ja. Maar er zijn ook al orkesten die van verder komen, die hier vaker zijn. We hebben hier de beelden van een grote tent op het Kinkelplein. Wat gebeurt hier? Hey, en je bent hier vandaag op de Bemmelse Dweildag, hè? Ja. Vind je dat leuk? Ja, heel leuk. Ja, wat vind je leuk aan de Bemmelse Dweildag? Dat je dan zo feest hebt, liedjes, dansen. Je kunt hier van deze leuke spellen doen en ja, dat is heel leuk. Nou, veel plezier nog, hè? Ja, doei! Doei! Die grote tent staat daar eigenlijk, wordt die opgebouwd voor de zaterdagavond. En daar speelt dan een coverband om alvast in de stemming te komen voor de zondag. Dan loopt het dorp lekker uit om er een mooie feestavond van te maken. Ja. En op zondag wordt die tent, die staat er dan toch, die wordt gebruikt eigenlijk voor het vermaak van alle kinderen, voor de kleintjes. Dus, Die tent, ja, die is echt voor de kleintjes. Dat heeft ook wel bewezen dat nut heeft, hè, op zo'n dag. Om een aantal leuke evenementen ook voor de kinderen erbij. Dat was eerst een straatje, hè, hiernaast. Hè, ja, het Blagenstraatje. Blagenstraatje, maar dat is nu een grote feesttent geworden. Mm-hmm. Ja. Dit gezelschap. Ja. Vertel daar eens wat over. Ik ken ze wel meteen. Ja. Dat is Lieteblaas uit Linköping in Zweden. Die zijn in de jaren 90 zijn die voor het eerst naar Bemmel geweest. Dat is eigenlijk een band, dat is een studentenorkest. Die zijn geleerd aan de universiteit in Linköping in Zweden. Ja. En jaren later, dus eigenlijk de afgelopen 6-7 jaar, zijn zij toch 2 à 3 keer teruggekomen. Dus iets van wat eigenlijk al best wel lang geleden is, heeft daar toch wel dusdanig indruk gemaakt dat ze dachten, ja, we gaan toch nog eens een keer terug. Ja. Zij zijn ook de enige die als buitenlands orkest trouwens ooit in Bemmel hebben gewonnen. En zouden dus dit jaar ook komen, hè? Zij zouden dit jaar inderdaad ook komen. Dat was nog niet bekend. Het is altijd voor hunzelf een verrassing of ze komen of niet. Want zij maken een tour van 10 dagen door Europa. Ja. En zij weten per dag pas waar ze heen gaan. Okay. Dus wij vermelden dat nooit op onze eigen kanaal. Omdat zij al zo gehaaid zijn dat ze gewoon opzoeken van... als daar staat band onbekend, dan weten zij al van, dat zijn wij. Dat zijn wij. Okay. Dus het is vaak voor iedereen in Bemmel die komt kijken, ook een verrassing of ze er weer zijn of niet. Ja. Maar, het is altijd een hoop spektakel. Crazy. Ja. Ik heb ze ook al een paar keer gezien en ik moet ook zeggen, het is toch wel een heel andere manier van een dweilorkest dan wat wij hier in de omgeving zien. Hè? Ja. Ja. Ja, je ziet natuurlijk sowieso al heel veel verschillen, hè, tussen de bands. Je hebt de wedstrijdklasse waar ze allemaal op een iets serieuzere manier bezig zijn met de muziek en echt proberen zo zuiver mogelijk te spelen, mooie arrangementen te brengen. Waar ze in de leutklasse toch wat meer voor het plezier gaan. En, en daar is het pilsje eigenlijk net zo belangrijk als de muziek. Dus daar zit al een grote verscheidenheid in. Maar bij die Zweden zie je wel, dat is natuurlijk... Zij kennen het begrip dweilorkest niet, maar het is gewoon een band die het spektakel maakt en de gekste dingen uitvoeren. En, een hele show erbij. Ja. Ja, ja. Hier kun je wel iets over vertellen, hè? Ja.
Nou ja, ik speel zelf, ben ik al 18 jaar betrokken bij de organisatie van de Bemmelse Dweldag. Maar uiteindelijk het allerleukste is gewoon zelf muziek maken. En ja, dat doe ik sinds de oprichting van mijn eigen band, Alarmfase 3, ja, in 1998. Dus ja, ieder jaar naast het organiseren op de dag zelf is het toch ook wel heel erg leuk om zelf muziek te zelf te spelen. Ja. Ja. Jullie staan ook op de camping, hè? Ja, we proberen het eigenlijk van begin tot eind helemaal mee te maken. En, ja. Ja, naast dat je druk bent met organiseren, is het beleven eigenlijk net zo'n belangrijk element natuurlijk. Ja. Dus zolang dat goed te combineren valt, ja, doen we dat heel graag. Ja, ja. Want jullie hebben natuurlijk nu de afgelopen tijd ook niet kunnen repeteren. Hè? Dus stel dat er wel een dweldag geweest was, had dat wel gekund? Dat is op zich een goede vraag en dat is ook een overweging geweest toen we besloten van, om het toch te gaan uitstellen. Van, ja, enerzijds wisten we op dat moment niet hoe het zou gaan lopen, dus misschien had het uiteindelijk wel gemogen als het zich anders had ontwikkeld. Maar een overweging was ook dat die bands die repeteren iedere week om er iets moois van te maken. Ja. En ja, op het moment dat de dweldag dan daar is en je hebt niet kunnen repeteren, ja, dat is ook een overweging geweest waarvan we zeiden van nou ja, dan kunnen we het misschien beter gewoon een jaartje wachten en dan doen we het volgend jaar gewoon, gewoon lekker opnieuw. Ja. Maar er is niet overwogen om een datum in september of oktober te prikken dat je denkt van nou, hè, dan als stel dat ze de zomer weer kunnen repeteren. Want dat ziet er nu wel naar uit, hè, dat sommige orkesten wel weer langzaam kunnen gaan we beginnen. Opstarten, dus. Dat je zegt van, nou ja, dan doen we hem in september of oktober. Ja. Nou, is dat een alternatief of is dat gewoon niet te doen? Voor ons is dat geen optie geweest eigenlijk. De Bemmelse Dweldag vindt plaats op de tweede zondag van juni. Ja. En dat is altijd zo geweest. En wat ons betreft zal dat ook altijd zo blijven. Ja, precies. Maar ja, wat dat betreft in het najaar, het kan maar eens zo heel druk worden met allerlei evenementen. Het weer is toch ook altijd, dat is natuurlijk altijd een vraagteken, maar het liefst zitten we in het zonnetje lekker op het grasveld. Ja. Dus we hadden zoiets, we beginnen weer van voren af aan en gaan er weer een jaar naar uitkijken om er gewoon tweede, mooi gewoon te tweede maken. Zondag van juni. Ja, zeker, okay. 13 juni. Ja. Hier wil ik even bij stilstaan. Want volgens mij is dit jullie laatste, meneer Pol, jullie laatste echte voorzitter, hè? Ja. Inderdaad, we hebben, het bestuur is eigenlijk al 2 jaar roerloos, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Gelukkig hebben we een heel, heel actief en enthousiast bestuur, waardoor we met z'n allen die kar wel trekken. En het is ook wel een geoliede machine die hele dweldag, waardoor iedereen wel weet wat hij moet doen. Ja. Maar inderdaad, ja, het liefst heb je iemand die vooraan staat als kapitein op het schip en de boel, ja, de kar trekt. Ja. De laatste keer is dat Henk geweest, die heeft dat met heel veel plezier en inzet gedaan. Ja. Voor een periode van 3 jaar uit mijn hoofd. En inmiddels zijn wij nog steeds bezig om een opvolger daarvoor te vinden. Dus, ja. Ondertussen horen we klokken luiden op de achtergrond. Dus het gaat goed, zeggen ze. Dus, gelukkig maar. Ja, jullie zoeken dus nog een voorzitter. Ja. Hè? Maar je bent niet roerloos, zeg je. We zijn wel of stuurloos. Of, zeker niet. We zijn zeker gewoon niet. Een... Wat dat betreft kunnen we ook altijd enthousiaste mensen die zich willen inzetten, die kunnen we altijd gebruiken. Of het nou gaat om een dag te helpen op dit weldag zelf of in het weekend met opbouwen, afbouwen. Ja. Of dat iets meer is met een vergadering in de maand waarin je gezellig het hele jaar werkt aan een leuke dag. Ja, mensen zijn altijd welkom om zich bij ons te melden. Dus, dat is bij deze een oproep dus. Hè? Dat is zeker een oproep, ja. In ieder geval een voorzitter ook. Maar goed, zonder voorzitter gaat dat ook gewoon door, hè? Ja. Uiteindelijk zijn het de muzikanten die de dag maken. En wij proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren natuurlijk. We zien hier wat beelden van met name vrijwilligers. Mensen die op de dag zelf actief zijn. Mm-hmm. Zijn dit gastdames of hoe moet ik dat zien? Ja, we zien hier de gastvrouwen inderdaad aan het werk. Ja, zij verzorgen eigenlijk degene die overdag geen tijd hebben om zelf een broodje te halen of een drankje. Ja. Ja. En bijvoorbeeld denk aan de juryleden die eigenlijk de hele dag op hun plek hun best doen om de orkesten te beoordelen. Ja, ja. Die worden door de gastvrouw voorzien van een lekker broodje en een drankje erbij. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. En daar is geen gebrek aan, hè, begreep ik. Tot nu toe nog. Een gebrek aan wat? Aan gastvrouwen. Nee, dat gaat, gaat goed. Ja. Ja. Maar hopen ze altijd welkom, zoals we zeiden. Ja. Dus, Nou goed, we zien hier nog wat publiek, wat sfeerbeeld. Ja, weet je, en als laatste zien we dus dit beeld. De prijsuitreiking op het podium.
Ja. Dat staat hier normaal. Het verschil is minimaal, jongens. Ik kan er niks aan doen. Dat is de schuld van de jury. Maar het is een geloutende jury. En de nummer 1 nationaal kampioen dweilorkesten zijn de mannen voor de derde keer op rij, de Huutlopers uit Sneek. En hij, zij leeft. Alsof het je laatste dag is. Podium. Mm-hmm. Altijd een leuk moment van de dweildag, de prijsuitreiking. Ja, ja, zeker weten. Ook met, het idee, ja, dan is de dag wel afgelopen. Ja, het is echt een kop in de staart, ja, zou je kunnen zeggen. En hoe leuk is het om daar te staan? Want jij kent dat, hè? Ja, ik vind het eigenlijk vooral wel heel leuk. Door de jaren heen hebben we natuurlijk heel veel van die muzikanten leren kennen, waarmee je eigenlijk in zo'n weekend al op de camping plezier maakt, die je tussendoor spreekt, waarmee je wat drinkt, lekker samen muziek maakt. En eigenlijk zo, hoe verder je in het weekend komt en naar 6 uur gaat op zondagavond, hoe gespannener de gezichtjes bij sommige bands wel worden. Want er zijn er een aantal die natuurlijk echt wel voor de prijzen ook gaan. Ja. Die naast plezier maken gewoon dat doel ook hebben. En dan is het toch wel heel mooi om te zien hoe die... Hoe die beleving dan is op het moment dat, dat de ontlading, als zij hebben gewonnen of gewoon een mooi resultaat hebben behaald. Resultaat, ja. En om je eerdere vraag te beantwoorden, we hebben met de lange fase 3 zelf hebben 2 keer daar mogen staan. Ja. Toen we nog wat minder organisatorische rol hadden in de organisatie. Ja, dat was wel heel bijzonder. Voor ons was dat iets waar we ook jarenlang naar uitkeken en naartoe werkten. En, dan is de ontlading groot als je op zo'n dag... De Wijmelse Dweildag is officieel dan nog steeds het Nederlands kampioenschap? Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. We hebben nog steeds het Nederlands kampioenschap voor dweilorkesten. Ja. Kijk, het is niet zo dat dit met een grote bond geassocieerd wordt. Maar ja, in Belmen is dat ooit als eerste begonnen dat het Nederlands kampioenschap uitreikte. En dat is wat ons betreft altijd zo gebleven. En er zit een professionele jury voor en... Ja, zo wordt het uitgedragen en ondergaan door de bands. Ja. Vandaag de 32e Bemmelse Dweildag. Het is 10 juni, fantastisch mooi weer. Heel druk, veel mensen op de been in Bemmel. Hoeveel orkesten zijn er ook alweer? Ze zitten dit jaar aan de max, 66 orkesten. En wedstrijd en leutklassen? 20 wedstrijdorkesten en de rest is leutklassen. De 32e Bemmelse Dweildag, veel plezier. Jazeker, elk jaar. En wat vindt u er nou het leukste aan? Gewoon de gezelligheid. Zoveel mensen bij elkaar op straat, is toch leuk? En de muziek, is dat ook helemaal uw ding? Niet helemaal, maar ik vind dit wel leuk. Ja, ik vind het gewoon gezellig. Hey, en je bent hier vandaag op de Bemmelse Dweildag, hè? Ja. Vind je dat leuk? Ja, heel leuk. En wat vind je leuk aan de Bemmelse Dweildag? Dat je dan zo feest hebt, liedjes, dansen. Je kunt hier van deze leuke spellen doen. En ja, dat is heel leuk. Nou, veel plezier nog, hè? Ja, doei! Doei! Loopt de dag zoals gepland? Hij loopt uitstekend. Ja, je ziet het om je heen. Het begint nu echt vol te raken. Het begint goed te lopen. Leuke orkesten. Dus alleen maar positieve reacties. Is het nu drukker dan andere jaren? Ja, die vraag krijgen we heel vaak. Dat is ontzettend moeilijk in te schatten of het drukker is. Wat wij vaak zeggen is van als het zo rond de klok van 1 uur, 2 uur begint te lopen, dan is het, dan wordt het echt druk. Nu zelf zeg ik van ja, het is echt druk. Ja. Thank you.
Huub van de Holenpiepers uit Rotterdam. Wat brengt jullie bij de Dweldag in Bemmel? Wij vinden het een fantastisch feest. Vorig jaar met de leutklasse meegedaan en nu met de Westra-klasse. En als we één de laatste worden, dan zijn we helemaal tevreden. Dus is geweldig. En waarom de overstap van de leut naar de wedstrijdklasse? Omdat ze dat vorig jaar eigenlijk zeiden. Dus wij moesten wel overstappen naar de wedstrijdklasse, vond ik. En wij zijn ook wel goed genoeg om de wedstrijdklasse mee te doen. Wat speel jij zelf? Laat eens even zien. Ik speel bariton. Hey, en jullie staan ook op de Dweilcamping of komen jullie gewoon op en neer rijden vandaag? Nee, we zijn met een touringbus gekomen en gewoon gezellig met z'n allen, gewoon lekker een dagje uit en het is geweldig. Bram, de 32e Dweildag alweer in Bemmel en 20 jaar al aanfase. Hoe speciaal is het voor jullie dit jaar? Ja, toch wel heel speciaal eigenlijk. Want wij zijn natuurlijk als nog vanuit het Bemmels Geurt, vanuit het kinderdweilorkest altijd begonnen. En op een gegeven moment werden wij te oud voor Bemmels Geurt. We waren 12 jaar geweest en ja, dan werd je te oud. En de Rotweilers die waren vanaf 18 jaar eigenlijk pas. En daartussen was niks. Dus zo zijn wij toen daar in dat gat gesprongen. En er is nooit iemand doorgestroomd. Ja. En nou 20 jaar later kun je toch wel heel trots zijn op zo'n club, zeg maar. Dat je met elkaar zo'n vriendschap en zo'n muziek maakt. En ja, dat is dan een heel mooi jaar om daar even op terug te blikken, zo na 20 jaar. Nu spelen jullie vandaag niet in de wedstrijdklasse. Heeft dat nog een speciale reden? Ja, eigenlijk wel. We hebben dat natuurlijk wel gedaan. En in 2010 en 2011 uit mijn hoofd hebben we ook gewonnen. Ja. Toen waren we nog niet echt zo diep betrokken bij de organisatie dat die afstand wel genoeg was. Maar daarna, we krijgen steeds meer bestuurstaken en een van ons zit ook als chef juryvoorzitter bij de club. En we willen gewoon wel dat het allemaal zuiver gaat en ook niet de schijn tegenkrijgen. Dus dat doen we lekker mee in de leutklasse en halen we net zoveel plezier uit.